Kan niet kapot. Hi, leuk dat je kijkt. Misschien denk je al, hey, deze stuk die heb ik al gezien. Klopt, maar mijn video is geblokkeerd. Ik vond het wel een leuke truc. En om alleen het stukje ijs te laten zien, dan mist hij wat context. Mocht je hem al hebben gezien, ga lekker verder andere filmpjes kijken. En als je hem nog niet hebt gezien, kijk even de wereldwijd door. Link staat in de beschrijving. Ik leg ook even het stukje uit wat vooraf gaat met de ring. Eerst nog even dit. Als je de Volkskrant hebt gelezen vanmorgen, dan werd er in de vraag gesteld: wie zou jullie teleporteren? Mij of wetenschappers die zeggen dat zijn uitleg niet klopt. En daarin zei Victor dat hij niet mijn filmpjes heeft gezien, maar wel dat hij mij zou teleporteren omdat de filmpjes die ik uitleg soms niet kloppen. Nou, daar wil ik het volgende over zeggen. Ik zeg ook niet dat het klopt. Ik laat manieren zien hoe het ook kan. En meestal lever ik ook het bewijs ervoor door de truc zelf te laten zien. En ik denk dat ze in de meeste gevallen wel gelijk zijn zoals hij ze doet. Dus dat moet je je achterhoofd houden als je mijn filmpjes kijkt, mijn vlogs. Hou dan in je achterhoofd. Dit is hoe ik denk dat ze gaan en met het bewijs wat ik erbij lever. In ieder geval, hier komt de uitleg van de ijstruc. De truc begint dat hij een ring vraagt van de tafeldame. Ik heb deze ring. En met die ring doet hij een heel oud goocheltrucje. Misschien wel het alleroudste goocheltrucje. Hij pakt hem over. En de eerste keer doet hij dat echt. Houdt hij hem in zijn hand. Maar de tweede keer pakt hij hem niet echt over. En hij doet daar de truc waar hij de ring vals overpakt. Dus je pakt de ring niet echt uit je hand. Je doet alsof je hem pakt. Maar als je laat hem ondertussen vallen. Dus als ik hem terugtrek, zit hij dus nog in mijn andere hand. Maar je doet alsof hij hier zit. Daar gaat die aandacht ook naartoe. En met deze pakt hij ondertussen dat papiertje. Wat hij wc-papier noemt, maar het is flespapier. En ik heb dat even niet. En dan stopt hij de ring in het papiertje. En haalt hij hem op. Nou, dat is natuurlijk altijd leuk, want hij zit er niet echt in. En dat verbrandt hij. Nou ja, goed. Het is niks. Het is leeg. Oké, nu is dat papiertje verbrand zonder de ring. En die ring, die zit nu nog niet in het ijs. Die moet wel in het ijs. Nou, ook een blok ijs. Ik ga met het blok ijs. Ik heb daar onderin een gat gefreesd waar precies de ring doorheen past. Dus wat ik doe, is als ik de ring heb, die heeft hij in zijn hand. Ik pak het blok ijs. En ik schuif de ring erin. En zoals je ziet, zit de ring erin. Nou heb ik dit ijs iets te kort in de vriezer laten liggen, dus er zit nog een gat in. Maar goed, je ziet de ring. Ik weet niet of je het kan zien. Je hoort het in ieder geval wel. Hij zit erin. Als je hem zelf gaat doen, moet je het ijs iets langer in de vriezer laten zitten. Maar dit gat moet je gewoon uitvrezen. En als je het blok ijs laat zien, dan hou je van je hand op het gat. En als je dat hebt gedaan, dan stop je hem in de zak. En die laat je kapot slaan. Kan die kapot? En je ziet hem ook al zitten. En dan kan je hem weer teruggeven. Dankjewel voor het kijken. En mocht je hem leuk vinden, klik even op duimpje. Als je nog geen abonnee bent, komen heel veel filmpjes aan, denk ik. Abonneer even. En tot de volgende keer. Dankjewel.